De Vries is naar alle gedachten ombracht in de wenning van zijn Turkse vriendin in Grijns. Daar wennen de vertochten bij in. In het huis aan de Jupiterstritte binnen sporen van geweld ontroffen. Het motief is nog net duidelijk. Het kan heel verschillend wijzen. Dat kan wijzen dat het gaat om een vermogend iemand uit de buurt. Of gewoon uit de hand rond ruzie. Of liefdesmotief. Daar let we verder ik nog niet over uit. Want ook daar moeten we nog maar de vertochten op praten. Michel de Vrieze verdween in april 2010 in Samar. De fanatieke skaker kwam net opdagen bij zijn club De Twee Kastelen. Die stapte naar de politie. De recherche is zijn huisgenoot, een 25-jarige Turk, al gauw in het vizier, maar die ging naar zijn huidelaan. Oppak in Turkije kon net. Turkije die heeft zijn eigen wetten en die zeggen dat een uitlevering van eigen onderdaan, want de verdachte heeft de Turkse nationaliteit, aan Nederland dat het niet dient wordt. Dus ja, we wisten dat hij daar wie, dat we hem nodig met hem praten wonen, maar niet dat hij naar Nederland komen kon. December vlindier stapte de man op het vliegtuig naar Moskou, dat hij voortaan dadelijk oppakt is. Maar Rusland had Nederland wel een uitleveringsverdrag. Juist is hij oerdroegen naar de Nederlandse politie, liet hem nou jet. Waar is het lichaam van het slachtoffer? Ja, daar ken ik geen enkele mededeling over van. Het is van grootste belang dat de vertochte, dat we daarmee in gesprek binnen en dat we via de media op hem gaan aanwijzingen jouwen die hij vervolgens in zijn voordeel gebruiken kan in het verhoor. Bij de Boetenbarster K-club is het blij dat er nog helderheid lijken te komen. Zelfs dachten ze al langer dat het goed mis wie met harde topskaker de Vriezen. Uw gedachtegang wie zie is een Turkse en de ben gewoon van de club die haar wel getroffen uit haar vrienden of kennis en kring. En dat hier we net boten heen. Die kwamen wel even bij nacht net zien. Daar kwam het eigenlijk op deel. Criminele circuit. Dat zou iets van vermoeden hier. Ja, je kan nooit bewijzen aan een huis, maar dat idee hier te wel, ja.